Zeven klassen van zes Leidse basisscholen hebben meegedaan met de wedstrijd Het Schoonste Schoolplein van Leiden. Basisschool De Stevenshof ging er met de titel vandoor. Wethouder Paul Laudy en een aantal juryleden van Stedelijk Beheer gingen bij groep 5 langs om de prijzen uit te reiken. Het is leuk hoe deze school, ook een hele hoop andere scholen, maar zeker deze school, hoe ze dat aangepakt hebben met extra lessen eromheen en presentaties door de kinderen zelf. En iedere ochtend prikken door groep 5, het schoolplein schoon prikken. Ja, dat moet natuurlijk beloond worden en daarom zijn zij de winnaar. Wat hebben ze gewonnen? Ze mogen nog kiezen, hebben ze nog niet gedaan. Of ze gaan disco zwemmen of ze gaan naar de ijsbaan. Volgens mij vonden de kinderen nog het allerleukste de enorme grote beker die ze hebben gewonnen. Zoe, wat heb jij een mooie beker? Waarom heb je die gekregen? Omdat we al het afval hebben gescheiden en met de hele school hebben geholpen om het schoolplein schoon te maken. En het was ook nog een wedstrijd, hè? Was het spannend? Ja. Er deden per school één klas mee, maar niet alleen die klas heeft heel erg zijn best gedaan, maar ze hebben echt de rest van de school er helemaal bij betrokken. Alle klassen hebben in de pauze lopen prikken en opruimen. En ze hebben er ook nog een lesje afvalscheiding bij gemaakt. En dat is wat deze school zo bijzonder maakte. We hebben eigenlijk het project aan groep 5 gekoppeld. En die zijn begonnen met de introductie met de gemeente. Daar vervolgens hebben we de kinderraad PowerPoint-presentatie laten maken. En alles laten uitzoeken over afvalscheiding en over afval, zwerfafval. En die zijn eigenlijk alle klassen rond gegaan. En vervolgens zijn alle kinderen aan de slag gegaan. En hebben met elkaar geprobeerd het plein schoon te houden. En jij hebt daar een hele mooie tegoedbon voor disco zwemmen. Dat hebben jullie gewonnen, hè? Is dat leuker dan schaatsen? Ja. En denk je dat ze het ook schoon gaan houden? Ik denk het wel, want heel veel kinderen zijn heel alert nu op kleine kauwgompjes en kleine papiertjes. Dus ik denk dat het best wel indruk heeft gemaakt. Wat vind jij leuker? Disco zwemmen, want schaatsen dat is volgens mij niet zo heel erg duur. Maar disco zwemmen is volgens mij duurder. En het is ook wel leuker. Yes!